Ik denk dat in een land als België dat heel belangrijk is dat je drie talen goed kent. Eigenlijk dan gewoon Nederlands, Frans en Engels. Maar ik denk dat iedereen met een beetje opleiding die ook onder de knie heeft. Binnen macro is het belangrijk dat je vooral je Nederlands goed kent als je in een Nederlandstalige vestiging zit. Maar natuurlijk, we hebben ook vestigingen in Brussel, waar dat wel vereist is om de klant zo goed mogelijk te helpen, dat je ook goed Frans kan praten. Dat hangt er gewoon vanaf. Op hoofdkantoor heb je contact ook met leveranciers uit andere landen, dus daar zal je Frans ook iets meer nodig zijn. Daar wordt natuurlijk wel ook geïnvesteerd van ons als je problemen hebt met je Frans, maar blijkt wel nodig te zijn voor je job. Gaan we daarin investeren? Gaan we die mensen. Ik heb zelf ook opleidingen gehad in het Frans, nog omdat ik merkte van oei, het is niet 100%. Maar uw talenkennis is geen drempel om te zeggen van oei, nee, die niet. We kijken naar het potentieel van de mensen zelf.